onder omstandigheden die uiterst prettig zijn. Het echt warme is er vanaf, dus het is heerlijk voetbalweer. AZ is ook niet van plan. We zien het ook wel aan de opstelling. Jansen zei dat ook. Geen spelers rust geven. We hebben in de Eredivisie ook nog heel veel om voor te spelen. En zo is het ook. AZ kan vandaag vanwege in Groningen niet geheel en al uitgespeelde partij over AZ, over Ajax heen wippen. Dan moet Ajax maar zien dat het die nog te spelen minuten in Groningen zodanig omtovert dat het dan weer over AZ heen wipt. Dus ja, de derde plaats is zeker wat waard. Niet alleen qua verdiensten, maar ook qua Europees voetbal. Kijk naar die elf van Dick Lukien met de jonge Dirks aan de linkerkant. Hij tekent erbij onlangs, of gaat dat doen. Bouzouari speelt nu rechtsachter. Niet allemaal te maken met het ontbreken van Burnett en Veldmaten. De Wierik schuift daarom op naar het centrum. Sivkovic in de punt van de aanval is alweer bezig met een serie die hij liever niet heeft. Een serie van 12 wedstrijden in de Eredivisie waarin hij niet weet te scoren. Het is wel eens vaker gebeurd. Ryan. Dan zijn we wel vrij makkelijk de bal weer terug. En dan zijn met Romani. En Bouzouari die stuit er even niet helemaal lekker door. Dus hier aan de linkerkant van Brederode met tijd en ruimte. Iets moois te verzinnen. Dit kan ook natuurlijk. Terug op Kerkes. Weer verder terug op de man die kan schieten. En dat ook eigenlijk zo deed in Londen. Toen weer een stuit. Bal half hoog vanaf die positie. Om de jagende Emmen-spelers. En dan een hele goede voorzet van Kerkes. En daar is het nog niet gedaan met de kans. Dan kan het nog meer worden. AZ werd daar opgejaagd achterin. En voetbalt zich daar uitstekend onderuit. Komt hier tot een hele aardige mogelijkheid. Maar niet besteed aan Mijnans en ook niet aan Pavlidis. Samen met Aroog. Mijnans. Vlag blijft omlaag. Maar gaat die dek nog omhoog? Maar dit schot. Nee, blijft omlaag. Van de Hart in twee instanties. Odgaard in de buurt. Pavlidis de verre bij uithaal. Draait goed naar binnen. Hij krijgt hem niet in de verre hoek gemikt. Tussendoor. En dan is hij binnen. Wat ongelukkig gekiept door Van der Hart. Mijnans haalt onverbiddelijk uit. Ja, heel snel geschoten. En dan staat Van der Hart niet helemaal in orde daar bij de eerste paal. Dan werkt hij hem zelf binnen, denk ik. Van Brederode durft het niet aan in eerste instantie. Dan loopt Mijnans daar uit de rug van Tewierik onder andere. En dan ja. Was er een gaatje en Mijnans vond het. Van Brederode. Mijnans. Kerkes. Klaas. Ze hebben toch alle aardig gevoetbald hoor. Het leidt er tot 2-0. Ja, een geweldige aanval van grote klasse. Afgewerkt door Myron van Brederode. Die het slotstation is van een aanval over 5, 6, 7 pionnen. Het is niet tegen aan te voetballen. Berusting zag je daar op het gezicht van Lukien. Want ja, hier valt niet zo heel veel aan te doen.
Hier ook geen sprake van buitenspel. Pavlidis die de bal dan half controleert en oog heeft voor Van Brederode. Gaat dan veel moois aan vooraf. Klaasie, Odgaard, Pavlidis, Van Brederode 2-0. Ja, prachtig. Hard ingespeeld, Kerkers. Hard ingespeeld door Klaas. Reinders. Ook weer een goede bal. Loopactie. Het is 3-0. Toch? Nee. Van der Hart. Voorkomt erg. Weer zo'n prachtig lopende aanval. Ja, zo had het gemoeten. Ja. Even een klein wippertje. Zo gaf Jans aan. En terecht. Nu kon Van der Hart er het been tussen zetten. Reinders en die gaat erin. Ja, niemand die hem aanraakt. En dan moet op het laatste moment. Hij claimt hem. Beukema. Ja, dat zou wel zijn eerste zijn van het seizoen. Reinders twijfelt, maar vindt het prima. Wij hebben de herhaling. Maar we weten in ieder geval zeker dat het 3-0 is. En die staat voorlopig. We hebben toch nog even gevart. Of er niet iemand buiten spel staat. En dan kunnen we kijken. Nou. Er zit wel een heel klein schampie. Pavlidis. Op tijd gestart. En dan wordt hij nog net weggehaald voor de voeten van de Griek. En dan wordt er ook schop. Ja, de bolling van de bal ligt misschien net op dat rondje. Maar het is toch een rare mode geworden. Die bal naar buiten te leggen en deze naar binnen te werken. Dat dan ook. En dan heeft hij hem nu wel. Beukema. Stond nog niet op de lijst. In zijn 24e wedstrijd scoort hij nu anderhalf keer. Hoekschop van Brederode. Wat gebeurt hier allemaal? Compliment aan AZ en Emmen. De linkerkant kan het weer terug. AZ kan op het gemak aanval zo voorbereiden dat hij uiteindelijk kan worden afgerond door deze of gene. En dan is het Van der Hart die treffer voorkomt van Odgaard. En dat doet hij nu al voor de tweede keer vanavond. Iedereen mag scoren behalve Odgaard. Reinders. Van Brederode, ja, die gaat dat halen. En kijk eens hoe goed hij die bal binnenhoudt. En nog altijd, oh, dat zijn mooie bewegingen. En dan in de verre hoek, dat is de Van Brederode waarnaar misschien wel heel veel liefhebbers al naar op zoek zijn. Maar nu is hij helemaal bevrijd. Een doelpunt en een assist. En een paasje hier binnendoor van Reinders. En kijk eens hoe goed hij hier die bal binnenhoudt. En dan is het logisch dat hij het hier probeert. Geen bord omhoog bij Bos, ja wel, bord van 1 minuut. En in die extra tijd heeft Emmen de grootste moeite om AZ van de vijfde treffer af te houden. En zei ze, wat dat betreft nog altijd niet uit de problemen. Want hier is Beukema die er weer dichtbij is. Reinders. Klaasie. Ja, geweldig. Geweldig. Van der Hart heeft er nog wel een handje tegenaan, maar Klaasie verdubbelt zijn seizoensaantal in één knal. Geweldig van die afstand. Klaasie zet een meesterlijke punt op een uitstekende eerste helft van AZ. Van Myron van Brederode.
die precies op tijd dan het balletje breed legt. En het bijna al 6-0 is. Dat is een aardig balletje. Sivkovic. En hij doet wat terug. En hij, na een periode van 12 wedstrijden droogstand, scoort eindelijk weer eens zijn vierde van het seizoen. Maar het is voor Emmen een zeer prettige onderbreking van vele ellende tot nu toe. Dirksen. En Diemers, de bal van richting verandert. En daar is bijna de tweede voor Emmen binnen een paar minuten. Ja, voetbal is een gek spelletje. Mijnals eruit, De Wit erin. En of die populair is. Januari voor het laatst. En bij nu bijna 4 maanden later. En er is in de competitie nogal wat te halen. Want Ajax moet dinsdag om 3 uur maar zien dat het wint in Groningen. Kan AZ lekker toekijken met een 5-1, bijna 6-1 voorsprong. Daar is hij. Terug van ook een paar keer weg geweest. Carlsen, ja, mooie poging zeg. Van wie anders en dan wat tegen de paal aangeschoten. De flitsende demarrage van Carlsson. Ja, hij baalt Jesper Carlsson, maar hij heeft hier op zijn Carlsons weer zijn beweging als van ouds in huis in combinatie met Kerkes. En dan tegen de binnenkant van de paal. Is gedaan, het is klaar. Applaus. Ook al was de tweede helft een hele andere dan. Die flitsen de eerste helft van AZ. Tevreden gezichten bij AZ en een wat minder bedrukte stemming bij Emmen dan halverwege. Maar Emmen staat nog steeds op die play-off plaats en krijgt nu Feyenoord en dan nog even Utrecht.